Goedenavond, dames en heren. Ik open de raadsvergadering van 1 oktober 2015. Ik heet u alle hartelijk welkom, raadsleden, de mensen op de publieke tribune en ook de mensen die thuis meeluisteren en meekijken. Een speciaal welkom aan onze kandidaat wethouder, de heer Ter Keurst, en echtgenoten en verdere familie. Afwezigen zijn er vanavond niet, dat kan ook moeilijk anders bij zo'n programma. We hebben wel bericht van vertrek van de heer Wind om ongeveer 10 uur, opdat u niet denken van de vergadering is niet interessant meer, maar hij heeft persoonlijke verplichtingen. Daarmee is de vergadering geopend en zijn wij bij het punt vaststelling van de agenda. Is er een voorstel tot wijziging of kunnen we met deze agenda uit de voeten? Dan doen wij dat, dank u wel. Dan zijn wij bij agenda punt 2 aanbeland, presentatie kandidaat wethouder Ter Keurst. Ik geef de fractievoorzitter van het CDA, mevrouw Bakelaar, het woord. Gaat u gang. Voorzitter? Ja, dat gaat vanzelf. Dit is mijn eerste keer. dank u wel voor het woord, voorzitter. Alle aanwezigen, luisteraars, kijkers, vanavond is het dan zover. Als coalitiepartijen dragen we heel graag een nieuwe wethouder aan voor de gemeente Ommen. Zoals bekend is onze wethouder Klaas Smit per 1 november benoemd als burgemeester in de gemeente Noorderveld. En dit betekent dus zijn vertrek. Wij zijn dan ook als coalitie op zoek gegaan naar een nieuwe wethouder boven de 4 partijen. En we hebben er een gevonden. Wij hebben een bestuurder gevonden met maar liefst 14 jaar ervaring. Met een enorme schat aan ervaring op het gebied van diverse portefeuilles. Een daadkrachtige bestuurder met enorm veel humor en een open persoonlijkheid. En volgens mij is hij wel de kandidaat die wij nodig hebben op dit moment voor Ommen en de uitdagingen waar Ommen voor staat. En zoals u weet werken we met 2 wethouders, dat betekent ook werk aan de winkel. En het is ook iemand die de mouwen op wil stropen en bij ons in Ommen aan de slag wil. Hans Ter Keurst is zijn naam. Hans Ter Keurst komt uit Rijssen. En hij blijft ook tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen daar wonen. En we hebben een gesprek met Hans gevoerd. En hij zei ook, het is een uitdaging om me, maar die ga ik graag met jullie aan, gezamenlijk. En het wordt een zware portefeuille, maar ook daar hebben we al meerdere gesprekken over gevoerd. En ziet hij het helemaal zitten. En bij deze willen we dan ook als coalitiepartijen Hans Ter Keurst voordragen als nieuwe wethouder voor de gemeente Ommen. En dan zou ik willen vragen of de heer Ter Keurst naar voren komt. Is dat aan mij, voorzitter, of aan u? U hebt het goed, dat is aan mij en het gebeurt nu niet. Oké, nou, dat is in ieder geval het voorstellen van de heer Ter Keurst namens de coalitiepartijen. Dank u wel, voorzitter. Ik krijg een tussenvoorstel van de griffier. Hij mag wel even gaan staan. En daar staat hij dan. Dit was dus zo'n onvoorzien moment. Dank u wel. Hiermee hebben wij agenda punt 2 gehad. Zijn wij logischerwijs bij agenda punt 3. Bevindingen van de commissie onderzoek geloofsbrieven. Die commissie bestaat uit de heren Leuwik en Remmers en mevrouw Schunselaar. Ik besef nu dat ik dat andersom had moeten zeggen. En de heer Leuwik is voorzitter en hem het woord. Als rapporteur van de commissie, die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven en de daarbij behorende documenten van de kandidaatwethouder, de heer J.J.A. Ter Keurst, kan ik u het volgende meedelen. A. De geloofsbrieven en de daarbij behorende bescheiden worden in orde bevonden. B. De kandidaatwethouder voldoet aan alle in de gemeentewet gestelde vereisen voor het wethouderschap en is daarom benoembaar als wethouder van de gemeente Ommen. Hierbij merkt de commissie op dat de heer J.J.A. Ter Keurst als inwoner van Rijssen benoembaar is tot wethouder van de gemeente Ommen, mits de gemeenteraad op 1 oktober 2015 besluit hem voor de duur van 1 jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap gemeente Ommen. Dit op grond van artikel 36a, tweede lid gemeentewet. Verder is de heer J.J.A. Ter Keurst raadslid van de gemeente Rijssen-Holte, maar deze functie vervalt op 1 oktober 2015, vandaag dus.
het moment dat hij als wetter wordt benoemd. Hoewel het niet wettelijk vereist is, vindt de commissie het wenselijk dat de nieuwe wethouder een verklaring omtrent gedrag, de zogenaamde VOG, overlegt. Bij het aanvragen van de VOG is getoetst op politieke betrekkingen. De commissie heeft kennis genomen van de VOG en de uitkomst leidt niet tot bezwaren. Getekend Ommen, donderdag 1 oktober 2015. De commissie vernoemt G.J.P. Leubik, voorzitter, C.M.P. Schunzelaar Henning, lid, D.T. Remmens, lid, J.A.R. Tenkink, griffier. Bij deze. Dank u wel. Dan hebben wij hiermee agendapunt 3 gehad. Gaan wij over naar agendapunt 4. Benoeming wethouder, inclusief vaststelling tijdsbestedingsnorm. En zoals u zojuist hebt gehoord, ontheffing vereiste ingezetenschap. En de gemeenteraad wordt voorgesteld om te besluiten. Ten eerste, de heer J.J.A. Terkeurst met ingang van 1 oktober 2015 te benoemen tot wethouder van de gemeente Ommen in volledige betrekking. Tijdsbestedingsnorm 100%. En zoals u afgelopen week hebt gehoord, betekent dat ongeveer dag en nacht volgens eigen zeggen. In de tweede plaats, de heer J.J.A. Terkeurst voor de duur van 1 jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Ommen. Ik vraag de raad, is er behoefte aan bespreking dan wel? Stemverklaringen? Kijk even rond. De heer Vurik, gaat u gang. Dank u voor het woord, meneer de voorzitter. Dit is een soort van stemverklaring. Vanuit de ChristenUnie zullen we niet voor deze kandidatuur stemmen. Dat heeft 2 redenen. De eerste is het procedurele. Onze fractievoorzitter heeft daarover een boeiend stuk geschreven. Iedereen heeft daar kennis van kunnen nemen. En dat is de reden waarom we in procedureel opzicht niet eens zijn. In het tweede opzicht, we hebben afgelopen maandag kennis gemaakt met de kandidaat-wethouder. En begrepen uit zijn eigen blijmoedige woorden dat hij niet de expertise heeft op de vakgebieden waar hij nu, of de beleidsterreinen waar hij nu ingezet gaat worden. Wij denken dat het goed is voor Ommen om op het gebied van verkeer, vervoer, ruimteordening, etc. Iemand te hebben met de juiste expertise. Daar heeft Ommen behoefte aan. Dus om deze 2 redenen zullen wij tegenstemmen. Dank u wel. Ik dank u wel. Meer niet. Dan gaan wij. Ja? Spijt me. De heer De Jonge, gaat u gang. Ja, voorzitter. Ik had eigenlijk een heel verhaal, maar ik zal het ook maar houden bij een stemverklaring. Eigenlijk om dezelfde reden van de ChristenUnie-fractie zal mijn fractie niet voorstemmen. En dat gaat niet over de persoon, maar dat gaat over de procedure en dat wij een wethouder hadden gewild die uit de gemeente Ommen kwam. Want volgens ons is er kwaliteit genoeg in de gemeente Ommen die als wethouder hier kan functioneren. En toch, voorzitter, heeft de VOV-fractie zitten twijfelen. Want ik las een artikel in het lokale krantje van Holten-Rijssen, heet dat dorp, geloof ik. En dat triggerde me wel een beetje, voorzitter. Want daar stonden een aantal prachtige citaten in. En een van de citaten die mij en mijn fractiegenoot heel erg triggerde, dat ging over de overgang na 12 jaar wethouder naar de raad. En betreffende kandidaat wethouder gaf er aan dat hij oppositie prachtig mooi vindt en dat het ook wel vrijheid gaf. En als ik het verkeerd citeer, dan zwaait u maar even met uw handje. En dat hij ontzettend veel last had van de rol in de oppositie. Want een aantal prachtige voorstellen, voorzitter, die werden afgestemd. En dat waren voorstellen die goed waren voor Rijten-Holsen. En ik had zoiets. Holten-Rijssen, sorry, mevrouw Bakela. Ja, ik kom niet zoveel over die berg. Ik blijf meestal hier aan deze kant van de berg. Ja, en voorzitter, dat is nou juist iets wat ons het gevoel geeft wat hier in Ommen ook afspeelt. Dus ik had eigenlijk wel van de heer Terkeurs willen horen van hoe hij dat gedaan heeft toen hij wethouder was in Holten-Rijssen. Hoe die omging met de oppositie. En ook hoe hij dat dadelijk in de toekomst gaat doen. Of hij zeg maar zaken die vanuit de oppositie komen gelijk zegt van ja, het zijn prachtige voorstellen, maar we nemen het mee. Of neemt hij serieuze voorstellen echt mee en gaat hij daar wat mee doen. Dus dat triggerde ons heel erg. Maar wat ik al bij het begin aangaf, de procedure en de keuze van een wethouder van buiten Ommen.
heeft ons doen te besluiten om niet voor te stellen. Stemmen. Ik dank u wel. En dan moet ik mijn kaartje meenemen. Ik dank u wel, meneer de Jonge. De heer Bokkers, gaat gang. Overigens heb ik de indruk dat wat vragen werden gesteld die afgelopen maandag ook besproken hadden kunnen worden. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal niet gaan herhalen wat de voorgaande collega's hebben uitgesproken. Ik wil nog wel één punt echt toelichten. En dat is dat wij het een gemiste kans vinden vanuit de coalitiepartijen om te komen tot een wethouder boven de partijen. Dit was nou prima een gelegenheid om daar gezamenlijk naar te kijken en gezamenlijk een kandidaat uit te kiezen. En als dat een kandidaat is van buitenom, is dat ook prima. Maar we hebben de kans laten liggen en dat is ontzettend jammer. Desalniettemin, als het tenminste zo meteen met stemmen aangenomen wordt, wensen wij de nieuwe wethouder natuurlijk heel veel succes en heel veel plezier in deze mooie gemeente. Dank u wel, voorzitter. Ik dank u wel, met één opmerking dat er nog niet sprake is van een wethouder. We hebben net kaartjes op ons bureau, op ons tafel gekregen, stembiljetten. We gaan nu over tot schriftelijke stemming, omdat het gaat over een persoon. Daar geef ik nu de gelegenheid voor. En zodra de briefjes zijn ingenomen, verzoek ik de commissie stemopneming plaats te nemen. En die commissie stemopneming bestaat uit de leden Makkinga, Middelkamp en Nijhuis. En die kunnen hier zo dadelijk plaatsnemen. De voorzitter van de commissie van stemopneming zal verslag uitbrengen. Voorzitter, we hebben de stemmen inderdaad geteld. En voor de benoeming van Hans ter Keurs zijn 10 stemmen tegen 4 en 3 stemmen ongeldig. Dus 10 stemmen voor, 4 tegen en 3 ongeldig. Ik dank u wel. Ik zal nu het raadsbesluit tekenen. Raadsbesluit is getekend. Gaan wij nu over naar agenda punt 5, beëdiging van de wethouder. En ik zou daarvoor de heer ter Keurs bij mij willen vragen te komen, dat is 1. En 2, de aanwezigen verzoeken op te gaan staan. Heer ter Keurs, u bent zojuist tot wethouder benoemd, maar om de functie van wethouder daadwerkelijk te kunnen uitoefenen, dient een wethouder de eed of de verklaring en belofte af te leggen. En u kiest voor de eed. En ik lees de tekst voor zoals die in artikel 41a van de gemeentewet is opgenomen. Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. En ik vraag u om mij na te zeggen, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dan mag ik u feliciteren, wilt u mij volgen? Wethouder Keurs, het is mij genoegen om u net te hebben gefeliciteerd. U bent nu officieel een beëdigd wethouder van de gemeente Ommen. Dus als u al weten, om een gemeente prima in te werken, dat geldt dus voor u met extra nadruk nu, ook om te recreëren. En wethouder ook om te wonen. Maar we hebben begrepen dat dat op termijn het geval zal zijn. Voor u wel. Wij wensen u een uitermate goede samenwerking met de raad toe. Daar gaan wij ook wel vanuit. En veel succes met uw ongetwijfeld dit gedaan. Nogmaals van harte. Ik wil. Hans. Ik wil de kring gelegenheid geven om de wethouder te feliciteren. Dat wil zeggen de vergaderkring.
en de familie van de heer Terkeurs. En de overige zou ik zeer indringend willen vragen om dat pas te doen na de vergadering. Dan kunnen wij door met onze eigen vergadering. Zie je, eerst dat daar gaat staan. Dan krijgt nu uw gelegenheid om de heer Terkeurs te feliciteren. Ik heb zojuist zo snel gesproken dat ik mezelf niet eens heb horen zeggen dat de vergadering geschorst was. Ik heropen hem in ieder geval nu. Wij hebben hiermee agendapunt 5 gehad en gaan over naar agendapunt 6. Benoeming waarnemend raadsvoorzitter, voorzitter raadscommissie, voorzitter agendacommissie, plaatsvervangende voorzitters raad en raadscommissie. De gemeenteraad wordt voorgesteld om te besluiten om tot waarnemend raadsvoorzitter, voorzitter raadscommissie, voorzitter agendacommissie te benoemen de heer T. Katerberg. En om tot tweede waarnemend raadsvoorzitter, plaatsvervangend voorzitter raadscommissie te benoemen ondergetekende Van der Mooren. Ten derde waarnemend raadsvoorzitter, tweede plaatsvervangend voorzitter raadscommissie te benoemen de heer LGM Bongers. Deze benoemingen gaan in per 15 oktober 2015, en wel 's morgens. Is er behoefte aan bespreking? Zo niet, dan gaan wij ook nu over tot schriftelijke stemming. En weer dezelfde stemcommissie, dat wil zeggen de leden Makkinga als voorzitter, Middelkamp en Nijhuis. De stembriefjes zijn zojuist uitgereikt. En ik verzoek dus dezelfde stemcommissie ook hier weer plaats te nemen. De commissie is daaruit, begrijp ik, en zal verslag uitbrengen. Gaat u gang, mevrouw Makkinga. Ja, voorzitter, het vroeg even wat denkwerk van hoe moeten we het precies tellen. Omdat alle drie het voorstel betreft drie personen. En daar is wat verschillend op aangekruist. Maar zijn eruit gekomen als waarnemend eerste voorzitter, de heer Katerberg, 14 stemmen als die voor de heer Katerberg zijn. Als het gaat om de eerste waarnemend voorzitter, de heer Van der Mooren, dan betreft het 13 stemmen voor. En als het gaat om de tweede waarnemend voorzitter, de heer Bongers, dan betreft het 14 stemmen. En 2 stemmen blanco. Ik dank u wel. Dan hebben wij daarmee agendapunt 6 gehad. Gaan we over naar 7, het vragenhalf uur. Er zijn vragen binnengekomen van de LPO, van de heer Remmers. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van vragen van omwonenden van de Vechthoever Zuid over een aan te leggen camperplaats, heeft de LPO contact opgenomen met het ambtelijk apparaat betreffende de gelopen procedure. Hierop kregen wij binnen een half uur antwoord dat de vergunning voor het project verleend en onherroepelijk was. Hulde voor de snelheid waarmee ons antwoord kregen. Ook werd er aangegeven dat er geen bezwaren waren binnengekomen tijdens de periode dat het er inzage had gelegen. Dit roept bij ons een raar gevoel op, omdat wij per mail het bezwaar hadden ontvangen dat de omwonenden hadden ingediend bij de gemeente. En de ontvangstbevestiging vanuit de gemeente ook aanwezig is. Reden voor de LPO toch wat dieper in de materie te duiken en het leidde nog tot een aantal op zijn minst opvallende feiten die tot de volgende vragen leiden. Vraag 1. Hoe kan het zijn dat wij ambtelijk te horen krijgen dat er geen bezwaren zijn ingediend terwijl deze er feitelijk wel liggen? Vraag 2. Waarom wordt er in het concept bestemmingsplan buitengebied in artikel 4.2.1.e gesproken over uitsluitend gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen worden gebouwd? En is dit in het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied verruimd naar uitsluitend gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen, opslag en receptie worden gebouwd? Ook is daarbij het uiteindelijke ontwerp, het bouwoppervlak, uitgebreid van maximaal 200 vierkante meter naar 400 vierkante meter. Vraag 3. Op basis waarvan is er gekomen tot 400 vierkante meter en staat het niet in een buitensporig contrast tot de toegestane doeleinden? Is er in het beeldkwaliteitsplan iets opgenomen over de maximale hoogte van het gebouw? Vraag 4. Waarom zijn er direct betrokkenen, zoals buren en omwonenden, nooit op de hoogte gesteld van deze wezenlijke verandering van het bestemmingsplan? Vraag 5. Waarom is er voor deze procedure gekozen, bij deze procedure, om een beroep te doen op de crisis- en herstelwet? Is er een dusdanige tijdsdruk dat deze keuze terecht is en te prefereren boven de normale procedure? Voor zover ons bekend staat het een recreatiebedrijf, zoals het nu hier wordt opgericht, het vrij om een aanvraag te doen voor een bedrijfswoning.
Vraag 6. Bestaat deze mogelijkheid ook voor het nieuw op te richten bedrijf? En vraag 7. Behoort het tot de mogelijkheden om daarmee problemen in de toekomst te voorkomen, de mogelijkheid voor een bedrijfswoning uit te sluiten? Dat waren de vragen. Tot slot, voorzitter, nogmaals het verzoek van de LPO aan het college om de Raad vaker en beter actief te informeren. Te vaak heeft het college in de raadsvergaderingen geen enkele mededeling te doen. Een onderwerp als een nieuwe camperplaats op de Vechtoever, die van grote invloed kan zijn op het aangezicht van Ommen, is toch wel een mededeling waard, lijkt ons. Tot zover. Ik dank u wel. Ik heb begrepen dat wethouder Ter Keurst uw antwoord zal geven. Wethouder Ter Keurst, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Het is vrij uniek dat je gelijk op de avond van je installatie ook de vuurdoop mag meemaken. Maar dat moet toch een keer gebeuren. Ik begrijp de vragen van de LPO-fractie. Ik begrijp ook de verwarring. Het speelt hier namelijk om twee afzonderlijke zaken. Enerzijds een omgevingsvergunning en anderzijds... Kaartje moet andersom. Om twee zaken gaat het dus. Ik heb hem andersom gedaan. Ja, drie maal scheepsrecht. Het gaat om twee afzonderlijke zaken. Het gaat om een omgevingsvergunning en om het ontwerp bestemmingsplan. De omgevingsvergunning heeft betrekking en is inmiddels verleend op vergunbare zaken zoals ze konden worden vergund in het bestemmingsplan betreffende verblijfsrecreatie. Tegen deze vergunning is geen bezwaar gemaakt en die is onherroepelijk. Iets anders is het ontwerp bestemmingsplan. Uw raad in uw raadscommissie voor de zomervakantie, als ik het goed heb, heeft een ontwerp bestemmingsplan in behandeling gehad. Dat was een ontwerp bestemmingsplan waar nog niet alle puntjes op de i stonden. Maar vanwege de tijdsdruk heeft de raadscommissie ermee ingestemd dat die toch in procedure werd gebracht. Er zijn wat kanttekeningen bijgeplaatst. Er is een ontwerp in procedure gegaan en op dat ontwerpbestemmingsplan zijn 4 zienswijzen binnengekomen. 2 zienswijzen hebben betrekking op het onderhavige perceel. Mijn voorstel is, omdat zowel het bestemmingsplan als de zienswijze als de reactie daarop nog in behandeling is en binnenkort in het college zal worden behandeld, te behandelen in de raadscommissie van, ik dacht, 5 november. Althans, hij staat voor die datum op de agenda. En daarbij dan ook de overige vragen van de fractie van de LPO te betrekken. Dank u, voorzitter. Ik dank u wel. Is er behoefte aan reactie van de heer Remmers? Ik dank u voor uw welwillende medewerking. Dan is hiermee het vragen een half uur binnen de tijd voor elkaar. Dan gaan we over naar agenda punt 8. Vaststelling, verslag en besluitenlijst raadsvergadering van 17 september 2015. Daar zijn geen wijzigingen op binnengekomen en nu ook geen wijzigingen, begrijp ik. Dan is daarmee ook dit agendapunt voor elkaar. Gaan wij naar agendapunt 9, lijst ingekomen stukken tot en met 1 oktober 2015. Heeft iemand behoefte om daar iets over te zeggen? Geen bespreking. Dan is daarmee ook die lijst bij deze vastgesteld. Agenda punt 10. Mededelingen vanuit het college van burgemeester en wethouders. Ik begin bij mijn buurman, bij de heer Schelen, wethouder Schelen. Geen. Ik ga dan over naar wethouder Ter Keurst. Heeft u al wat te melden? Ook nog niet, begrijp ik. Dan gaan wij over naar agenda punt 11 onder de bespreekstukken. En agenda punt 11 is het rapport Evaluatie Bestuursdienst Ommen Hardenberg 2015. De gemeenteraad wordt voorgesteld om te besluiten om ten eerste de rapportage van BMC Evaluatie Bestuursdienst Ommen Hardenberg voor kennisgeving aan te nemen. Tweede plaats het college opdracht te geven het dagelijks bestuur van de bestuursdienst te verzoeken om in overleg met de directie de ontwikkelpunten en de aanzet tot een monitoringsinstrument te verwerken in een uitvoeringsprogramma dat vervolgens onderdeel gaat uitmaken van de meerjarenbegroting BOH 2016. En in de derde plaats het college opdracht te geven om een afstemming met het college van Hardenberg voor 1 januari 2016 te komen met een uitwerking van de aanbevelingen uit de rapportage financieel verdeelmodel, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een basispakket en een pluspakket. Heeft iemand behoefte aan bespreking? Iedereen.
Ik begin bij het CDA. Mevrouw Bakelaar, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Op 1 juli 2012, alweer een tijd geleden, en toch stonden we toen ook in deze zaal waarin we samen het besluit hebben genomen om bestuursdienst Ommen Hardenberg te vormen. Staan we nu dus 3 jaar later, hebben we gezegd, een evaluatie om ook de organisatie de tijd te geven om zich te vormen. We hebben een tussenevaluatie met elkaar gehad. En vanavond ligt dan ook de evaluatie voor van de bestuursdienst Ommen Hardenberg. En daarbij ook een evaluatie in zaken het verdeelmodel zoals we dat nu met elkaar hanteren. 75-25. Allereerst vanuit het CDA een aantal opmerkingen over het rapport. Er wordt ons inderdaad gevraagd om kennis te nemen van het rapport. Maar ik denk dat het goed is om als CDA in ieder geval ook een aantal punten te benoemen die ons opvielen of die we ook willen onderstrepen. Allereerst willen we onderstrepen dat er inderdaad hard gewerkt is en dat er heel veel bereikt is door de bestuursdienst Ommen Hardenberg. En dat mag zeker wel gezegd worden. Vaak zijn we ook als CDA-fractie kritisch geweest. Maar wat ons betreft is het een mooie lijn die is neergezet en die moet zeker verder worden opgepakt. Dat betekent ook iets voor de aanbevelingen in de rapportage die genoemd worden, op de zogenaamde 3K's, kwaliteit, de kosten ook en inderdaad de kwetsbaarheid. Dat die lijn van aanbevelingen wel moet worden doorgezet, wil je je blijvend kunnen verbeteren. Want dat er nog wel mogelijkheden zijn voor verbeteringen, is ons natuurlijk ook aangegeven tijdens die presentatieavond die we hebben gehad vanuit de adviseur van BMC. Cruciaal is dan toch het onderdeel, als je kijkt naar het investeren in medewerkers en de organisatie. Dus wij als CDA-fractie vinden we zeker dat de programmatuur zoals die nu is neergezet en de strategie, dat dat zeker een goed punt is. Maar zonder je mensen en zonder uiteindelijk het de energie van de mensen ben je ook nergens. En een belangrijk punt wat toch wel iets is waar wij als raad niet over gaan, maar wat wel een onderdeel is van hoe kom je daar dan met elkaar, is heb je dan ook de juiste mensen op de juiste plek. En wat schoenmaker blijft bij je leest. Hè? Dus zorg ook dat de lagen binnen de organisatie datgene doen wat ze ook moeten en kunnen doen. Daarbij is het vereenvoudigen van de topstructuur die al is ingezet, is ook goed om die dan ook vervolgens door te zetten. Als je kijkt naar, er staat een ontwikkelpunt 3 bij kwaliteit. En daar wordt genoemd versterken van de dienstverlening. Dat zou nog een onderdeel kunnen zijn waar de organisatie ook in kan groeien. En wat ons betreft zou dat nu juist een punt zijn, want dat is iets wat de CDA-fractie toch mist in de rapportage, want het is een mooie analyse en het geeft ook echt vervolgstappen. Maar het is niet een wetenschappelijk onderbouwd stuk, hè, dus daar ga ik ook niet verder op in, want ik bedoel, dan kunnen we een hele avond wel discussiëren. Maar wat we wel missen is wel degelijk het onderdeel van de inwoners. Dus daar heb ik wel eens vaker gezegd, daar zou ik iets meer willen dan waar staat je gemeente. En dan kom ik weer even terug naar het ontwikkelpunt 3. Als je het hebt over je dienstverlening, zou je toch moeten kijken van wat willen dan de inwoners en waar hebben de inwoners behoefte aan. En wat vraagt dat dan ook weer van dienstverleningsovereenkomsten voor de gemeente Ommen. Wat ik al zei, het is dus een mooie lijn. Ik denk, althans de vraag van de CDA-fractie is wel, koppel alsjeblieft regelmatig terug naar de raad. Dat is ook gebeurd door de gemeentesecretaris en dat hebben we ook heel prettig ervaren. Ik denk ook dat het heel noodzakelijk is, juist in de route die we nu gaan lopen met elkaar. Ook al, ik zeg nog een keer, gaan we er niet over. Maar dan nog is het wel heel prettig om dat met elkaar te kunnen blijven bespreken. Voor wat betreft monitoringsinstrument, want daar wordt ook aangegeven van goh, om dat op te zetten. Meten is weten, dat is goed, maar maak het alsjeblieft niet te moeilijk. Ook in het verdeelmodel is juist weer de eenvoud toch heel krachtig. En behoud die dan ook, want voor je het weet heb je ongeveer 1600 KPI's te pakken, kritische prestatieindicatoren, en ben je suf aan het meten. En de vraag is dan, meet je dan daadwerkelijk wat gemeten moet worden?
Ja, aandachtspunt, maar ook dat wordt meegenomen. En het is mooi trouwens om te lezen dat er dus al een aantal punten ook zijn ingezet in de organisatie. Als je kijkt naar strategische personeelsplanning. Wat wel een aandachtspunt is, los even van het strategische HR-beleid, strategisch vermogen. Dat is wel een punt van als je dus daadwerkelijk wil doorgroeien en die lijn wil inzetten, dan is dat cruciaal. Voor de rest is het goed om dan met elkaar in gesprek te blijven over dat uitvoeringsprogramma. Wat u zelf ook al aangeeft. We zijn wel heel nieuwsgierig als CDA-fractie naar wat ook in het rapport wordt genoemd als en de burgemeester van Hardenberg noemde dat al even, een bestuurlijk manifest. En de strategische rol van het bestuur. Ik denk dat het goed is om als de tijd daar is, ons is daar verder over bij te praten, want daar werd mij niet heel veel bijsteren in dit rapport. Het werd even genoemd, maar wat het nu precies dan betekent ook weer, is mij niet duidelijk. En we begrijpen, hè, want u geeft ook aan, omdat de wijzigingen geen gevolgen hebben in financiële zin, dat u zegt van, goh, het wordt niet uitgebreid in de raad behandeld. En dat we het zelf op de agenda kunnen zetten. Nou, oké, dat zullen we dan wellicht wel doen, want ik denk toch wel dat het een punt is dat tijd verdient en dus ook aandacht van ons als raad. En dan kom ik op het toch ook wel een belangrijk tweede onderdeel van dit bespreekpunt. En dat is namelijk het financiële verdeelmodel. Vrij intensief rapport van Deloitte ligt eronder. En als je heel simpel kijkt, is toch de conclusie, nou, dat verdeelmodel is zo slecht nog niet. Gaat eigenlijk best goed. Nou, dus dachten wij van, god, dan is toch het bijzonder als je kijkt naar welke voorstellen er gedaan worden om het vervolg op te pakken. Toch een vrij zware exercitie waarin wordt aangegeven van misschien moeten we naar een vast pakket en een pluspakket. En ja, hoe ziet dat dan precies eruit, denken wij dan als CDA-fractie. Want wat is dan vast en wat is een plus en hoe ziet dat dan precies eruit? U geeft ook aan van, nou, dat willen we graag nader met elkaar bespreken. Ik denk ook dat dat heel erg goed is. Maar laat onverlet dat wat er nu is, blijkbaar dus ook heel goed is. En dan kom ik weer op het onderdeel van het rapport. Maak het niet te ingewikkeld. Want anders komen we nog aan tijdschrijven toe. En u weet zelf, dat zeg ik iedere keer, tijdschrijven. Volgens mij wilde u dat niet. Dus dan moet ik het volgens mij nu ook niet zeggen. Maar hou het dan simpel. En wat ons betreft is dat best mogelijk om met elkaar eens te kijken naar zo'n verkenning. En dus als CDA-fractie zouden we willen zeggen van laten we dan eens gaan kijken van wat is dan zo'n vast pakket? Wat is dan zo'n variabel pakket en waarom is dat dan variabel? En hoe verhoudt dat zich dan weer tot projecten of extra dienstverleningsvragen van welke gemeente dan ook? Ik heb daar nog onvoldoende beeld bij. En in de rapportage van Deloitte wordt aangegeven een heel stappenplan van we beginnen met de inventarisatie. Dan gaan we voorzichtig toch eens uitproberen alvast. En vervolgens gaan we daadwerkelijk ook werken met een vast en variabel pakket. Nou, die gaat iets te kort door de bocht voor de CDA-fractie. Wij zeggen, en we hebben dat ook in een amendement vormgegeven, ga eerst nu eens die uitwerking doen. Laten we daar met elkaar om tafel eens kijken wat brengt dat dan ons, voordat we verdere stappen ondernemen. En we hebben dat ook vormgegeven in een amendement. En ik zou graag het besluit willen voorlezen, voorzitter. Besluit, punt 3 van het voorliggende besluit te vervangen door de volgende wijziging. Het college opdracht te geven om in afstemming met het college van Hardenberg voor 1 januari 2016... te komen met een uitwerking van de inventarisatie van de dienstverlening binnen het vaste en pluspakket, oftewel het vaste en variabele deel, zoals dat genoemd wordt in de rapportage. En door de uitwerking en de inventarisatie van de dienstverlening wordt als het goed is helder wat binnen het vaste en pluspakket valt. En na deze inventarisatie kunnen we dan vervolgstappen inzetten als het gaat om een mogelijke update van het financiële verdeelmodel. En dat is wat ons betreft de centrale boodschap als het gaat om het financiële verdeelmodel. Dank u wel, voorzitter. Ik dank u wel. Het amendement is getekend. Ja. En maakt daarmee deel uit van de besluitvorming. Dank u wel. Wie mag als volgende? De heer De Jonge. Gaat gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ondanks het een heel uitgebreid rapport is wat voor ligt, zal ik het toch proberen kort te houden. Voorzitter, toch even een kleine terugblik naar de basis. Want in 2010, en dat was volgens mij in september, lag er een heel ander voorstel hier in deze raad. Want dat ging namelijk om te kijken of we kwaliteiten konden vinden bij andere gemeenten en kwaliteiten in ons eigen huis erbij konden gebruiken. Voorzitter, dat werd kort daarna werd dat omgezet bij de wisseling van de portefeuille in de basis wat nu de BOH is. Voorzitter, ik heb toen nog een aantal keren aangegeven dat wanneer je daarvoor zou kiezen, eigenlijk de gemeenteraden buitenspel staan. En als je het rapport goed leest en ook de conclusies, is dat min of meer ook zo. En ik zal het nog misschien wel een paar keer herhalen, maar ik zou graag willen dat de komende tijd de raad toch wat meer betrokken wordt en geïnformeerd wordt over zaken en dilemma's die bij de BOH spelen. Voorzitter, en ja, ook bij de basis, dus bij de geboorte van de BOH, hebben we een aantal doelstellingen uitgesproken. En een van de belangrijkste doelstellingen, in ieder geval voor ons, is de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening in relatie tot wensen van de inwoners. En ik heb ook al een aantal keren aangegeven bij tussenevaluaties dat ik in algehele zin graag een nulmeting zou willen. Voordat we een eindevaluatie zouden krijgen, dat we ergens een basis hebben waarvan we uit zou kunnen gaan. Dat is altijd, en om voor mij nog onverklaarbare reden, is dat door het college afgewezen. Ik kan nu niet zien uit het stuk, want ik zie een aantal conclusies, maar ik kan niet zien van wat er nu echt bereikt is vanaf de stad. En dat betreurt mij. Voorzitter, en ik zou dus ook graag willen zien vanuit de BOH en verantwoordelijkheid van u als college, dat wij een rapportage krijgen of dat er een onderzoek gedaan is van wat de burger nu echt beter is geworden in kwalitatieve zin van de dienstverlening. Ja, voorzitter, en als je kijkt naar de financiële voordelen, de bezuinigings die het zou moeten opleveren, dat verbaast mij. Want er zijn heel veel ambtenaren, want we hebben daar een getal aan gebonden. Ik dacht in om de 62 dat die uit zou vloeien en dat zou een behoorlijke bezuiniging moeten opleveren. En als ik het rapport goed belezen heb, is dat eigenlijk een beetje de nekslag geweest voor de organisatie. Want er is heel veel kwaliteit verloren gegaan en gaat nog steeds kwaliteit verloren doordat er te weinig kwalitatieve ambtenaren zijn. En dat kunnen we onderscheppen door inhuur te doen. En dan moet je je dus afvragen van, en dat vraag ik me eigenlijk ook af en vraag aan u toe van, hebben we daar niet heel veel mee weggegooid en blijven we niet met veel kosten zitten als we weer opnieuw moeten inhuren of nieuw mensen moeten aannemen die de kwaliteit op basis brengen. En op welke manier, hoe gaat het college aan de raad rapporteren van wat het gaat kosten en hoe de kwaliteit daar op dikte gaat komen. Ja, voorzitter, en dan over de personele situatie in de BOH. Wij zijn geschrokken, we hebben ook wel een aantal gesprekken gevoerd van hoe een stevige top-down constructie, laat ik het zo benoemen, daar in de BOH staat, waar er heel weinig geluisterd wordt naar de kwaliteiten van de mensen op de werkvloer. Er is geen oor naar de mensen die echt de kwaliteit en de uitvoer moeten doen in bijvoorbeeld de buitendienst. En ik zou aan u willen vragen of u daar aandacht voor wil hebben en met de raad eens wil bespreken van hoe je dat kunt verbeteren. Dat er van de bottom op de kwaliteiten naar boven komen. Want ik kreeg van de buitendienst een voorbeeld. Ik denk, ja, dat kan toch niet waar zijn? Die krijgen een opdrachtbon. Die moeten een aantal stoeptegels moeten ze vernieuwen ergens in de straten. Die komen daar ter plekke en die zien dat er 500 meter verder ook de stoep kapot is. Die beste mannen die willen dat, die denken, nou, laten we dat gelijk maar eens even meenemen. Dus not done. En dat is een van de vele voorbeelden die wij meegekregen hebben. En wij zouden graag willen dat er vanuit de ambtelijke organisatie op laag niveau gekeken wordt naar kwaliteiten en dat er snel gehandeld wordt op zaken die de mensen tegenkomen. Ja, voorzitter, en als ik dan kijk naar de financiën, nou, net al aangegeven waar ik bang voor ben dat de kwaliteit uitgelekt is en dat het steeds meer geld gaat kosten door het op een andere manier vorm te geven, zou ik toch ook graag willen dat deze raad
goed betrokken wordt als we het gaan hebben over dat verdeelmodel. He, dus voor mij niet helder uit het stuk op te maken van hoe dat eruit zou moeten zien. He, en of de verdeling van de 25-75% nou de juiste verdeling is. En ook de juiste verdeling is voor deze gemeente. He, want als je immers samen gaat werken op bestuurlijk niveau en je moet hetzelfde uitvoeren voor zowel Hardenberg als Ommen, dan moet het voordeel opleveren. Dan moet het meer voordeel voor Ommen opleveren. Dus dan zou die 25-75 nog niet zo gek zouden zijn. Ja, voorzitter, en dan tot slot. Ik wil wel even wachten tot tweede termijn. Wellicht dat wij ook nog een abonnement gaan indienen. Maar we hebben wel de conclusie, voorzitter, want als je kijkt naar alle aanbevelingen die op hoofdstuk 5 benoemd worden, en dat zijn er nogal wat, dan moet je en dan terugkijken naar de 3 jaar... waar we in de organisatie al geleefd hebben. En ja, moet ik toch wel controleren dat we constateren dat we ontzettend weinig bereikt hebben. En als je dat zo leest, en we hebben het van de week in de fractie goed met elkaar besproken, dan zou je wel eigenlijk conclusie moeten trekken van, zou niet de tijd rijp zijn om het besluit terug te draaien. Voorzitter, daar wou ik het even laten in eerste termijn. Dank u wel. Dan is de volgende spreker de heer De Vries. Gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik moet bekennen dat ik met enige spagaat hier voor u sta, want feitelijk hebben wij een rapport gekregen wat eigenlijk veel meer aandachtspunten bevat voor het bestuur van de BOH dan voor de Raad. En wat moeten we daar nou over zeggen? Nou, in ieder geval kunnen we zeggen of we de conclusies die in het rapport staan als raad delen vanuit het beeld wat wij hebben van de organisatie. En dan wil ik toch, ondanks het feit dat de VOV aanleiding vindt om toch vrij kritisch over de BOH te spreken, wel benoemen dat wij in dat rapport best wel aanwijzingen zien voor het feit dat de BOH toch in ieder geval een aantal belangrijke zaken bereikt heeft. Al hebben we het alleen maar over dat in dat rapport benoemd wordt dat wij een relatieve geringe omvang hebben van onze dienst ten opzichte van het totaal aantal burgers. En ten tweede wordt in het rapport ook genoemd dat er een relatieve lage overhead is. En dat is natuurlijk ook iets wat we graag zien, aangezien het toch voornamelijk om uitvoering gaat. Als we dan dus benchmarkgegevens hebben, dan staan er in dit rapport in ieder geval een aantal aanleidingen om te zeggen, nou, we doen het zo slecht nog niet. Dat neemt niet weg dat er een aantal belangrijke conclusies zijn voor verbeterpunten. En volgens mij is het strategisch niveau daar één van. En dan gaat het met name om het strategisch gehalte van de beleidsstukken die wij als raad krijgen. En ik kan ook niet anders zeggen dan dat wij als Raad van Ommen de laatste jaren vaker dat punt naar voren gebracht hebben. En het is wel leuk, want binnenkort krijgen wij in ieder geval een proeven van een strategisch stuk. En dan hebben we het over het huisvestingsplan voor de basisscholen. En dan kunnen we met name zien of dat die wens die wij hebben om op een meer strategische manier met zaken om te gaan, of die gerealiseerd wordt. Dus u heeft een eerste geweldige scoringskans, zou ik haast zeggen, tegen het college. Dat was eigenlijk knelpunt 1. Tweede knelpunt is HRM. En dan hebben we het met name ook over, laten we zeggen, wat meer toekomstgericht omgaan met kwaliteiten die je intern nodig hebt, maar ook bezetting. En vooral ook, een van de aandachtspunten is met name de omvang van de leidinggevende positie van het middelmanagement. En ik moet zeggen, dat baart mij op zichzelf wel zorgen. Want als wij constateren dat de span of control relatief groot is en mensen krijgen daar maar 10 uur op weekbasis voor, uit mijn eigen ervaring, ik heb ook jarenlang als leidinggevende aan middelmanagement leiding mogen geven, ik heb zelf het gevoel dat dat relatief weinig is. Dus daar zit volgens mij zeker een eerste aangrijpingspunt waar we mee aan de slag moeten. En dan wil ik, eigenlijk zijn dit de 2 saillante punten die uit het rapport komen, maar ik wilde eigenlijk nog een derde uit distilleren. En die haal ik min of meer uit tussen de regels wat doorlezen over een aantal zaken die daar gezegd worden. En die hebben onder andere ook met de hervorming van de structuur, dus de organisatiestructuur te maken. In het rapport wordt regelmatig gesproken over de raad, over het college, over het AD, over het DB en vervolgens over de directeur. En eigenlijk is in dat rapport niet helder uitgekristalliseerd wat zijn nou de kerntaken van die verschillende gremia. En eigenlijk hebben we het dan weer te pakken bij een problematiek waar we al vaker met elkaar over gesproken hebben, namelijk de governance problematiek. Hoe zit dat nou? Waar moet de raad op sturen?
waar stuurt het bestuur op, waar zijn de taken van de directeur. En ik zou eigenlijk graag mee willen geven aan het college dat het wat mij betreft, en dan spreek ik eigenlijk als raad, heel goed zou zijn om die taken van die verschillende actoren eens een keer goed met elkaar te bespreken. Dat zou mijn ogen ook duidelijkheid scheppen in de manier waarop we daar met elkaar in de discussie mee omgaan. Dat zou een grote wens zijn. En een van de knelpunten die we daar dus in mijn ogen ook gelijk mee oppakken is die governance problematiek, dat we vaak als raad het gevoel hebben dat we op zo'n grote afstand gezet zijn dat we eigenlijk geen zicht meer hebben op wat er nou precies gebeurt. En hebben wij dan als raad wel de goede criteria aangebracht om te kunnen meten, maar dan niet zozeer meten in cijfertjes, maar meer in van prestatieniveau, van gebeurt er nou wat wij graag willen, wat wij opdracht toegegeven hebben. En ik moet zeggen, ja, dan zien we in het rapport wordt gesproken over, kijk, waar staat je gemeente? Dat is natuurlijk een benchmark landelijk, die wordt ook heel veel sterker aangezet. Maar als je nu gaat kijken op de website van Benchmark, waar staat je gemeente, dan is 60% van die gegevens nog niet ingevuld. Dus dat is echt een instrument wat nog ontwikkeld moet worden. Het andere instrument wat heel nadrukkelijk binnen de BOH gebruikt wordt, is dat kijk op bedrijfsvoering. En het zou heel goed zijn in mijn ogen, ik bedoel, dat is natuurlijk ook weer bedoeld voor de organisatie zelf en voor de het bestuur, dus de college. Maar het zou in mijn ogen heel goed zijn als een soort van uittreksel van kijk op bedrijfsvoering regelmatig aan de raad verstrekt wordt. Dan hebben we in ieder geval een gevoel bij waar de organisatie zelf zijn knelpunten en ontwikkelpunten neerlegt. Dat zou dus een tweede wens zijn. Dan kom ik aan het verdeelmodel. Want eerlijk gezegd vind ik dat zelf het zwakste onderdeel van het hele rapport. Want de conclusie is zonneklaar. Het verdeelmodel heeft goed gewerkt. Het is relatief eenvoudig. En er zijn slechts, als ik het goed rapport lees, slechts twee knelpunten geweest in de afgelopen periode. Het ene was de bezuiniging op de grondexploitatie, laten we zeggen, de 6 ton die daar als overhead, dus als bedrijfsvoering in zat en wat bezuinigd moest worden. En dat is in een iets andere verhouding gegaan dan 25-75. En het tweede knelpunt was, en dat vind ik wel een bijzondere dat dat gerapporteerd wordt, dat was een wettelijke taak waarvan de gemeente Ommen vond dat die uitgevoerd moest worden. En Hardenberg zei, ja, we vinden het niet nodig. Gelukkig hebben de secretarissen de gemeente Hardenberg kunnen overtuigen dat het wel degelijk moest gebeuren. En was het punt vervolgens van tafel. Maar waren dat nou knelpunten? Nou, in mijn visie dus niet. Kortom, wij zien eigenlijk geen enkele aanleiding om dat verdeelmodel aan te passen. En dat betekent dus ook dat wij het amendement van het CDA zullen steunen. Omdat het amendement van het CDA ertoe leidt dat er eerst voorbeelden gegeven worden van waar dat pluspakket eventueel van toepassing zou kunnen zijn. En pas dan kunnen we beoordelen of we er überhaupt behoefte aan hebben. Dus dat lijkt ons een goede stap. En als laatste wil ik eindigen met het knelpunt wat eigenlijk gaat over de organisatieontwikkeling. En daar wil ik gewoon een soort van cri de coeur doen van hoe je dat het beste zou kunnen aanpakken. Want feitelijk gaat het natuurlijk om verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. En dan constateren we eigenlijk dat al die dienstverlening wordt gescoord en dan heb je een 6,5, een 7,2. En zegt zo'n cijfer nou eigenlijk iets over de kwaliteit van de dienstverlening? We weten allemaal, als je burgers en leerlingen en whatever vraagt over de kwaliteit van de dienstverlening, dat je ergens in de middel uitkomt. Scoor je dan ook goed? Nou, er is een model en dat is ook een ontwikkelingsmodel en dat heet de 9-plus organisatie. En dat is nou net een model wat probeert om die excellentie in je organisatie naar boven te krijgen. En het mooie van het model is, het werkt met een tweetal tools. Eén tool, dat kennen we waarschijnlijk allemaal, dat zijn mystery guests. Met andere woorden, je stuurt gewoon een klant de organisatie in en kijkt wat er gebeurt. En dan kan je dus vaak punten tegenkomen die beter kunnen. En het tweede kernpunt van het model, en dat is denk ik om twee redenen een charmant idee. Ten eerste, je geeft namelijk de medewerkers zelf de taak om met voorstellen te komen tot verbetering. Je laat het dus niet van de leiding uitgaan, je laat het ook niet van een externe consultant uitgaan, maar je laat de teams die zelf werken met de problematiek voorstellen geven.
En ik zou die methode van harte willen aanbevelen, vooral ook omdat die laatste methode ertoe kan leiden dat de ook in het rapport nog geconstateerde tegenstelling tussen dat er nog steeds een tak Hardenberg en een tak Omme in de personeelsformulatie gevonden kan worden, die kun je volgens mij goed aanpakken met dat model. Dank u wel. Ik dank u. De VVD, mevrouw Lagas, gaat u gang. Meneer de voorzitter, na het college van de heer De Vries Robles sta ik hier natuurlijk, ja, en wat zal ik nu nog? Dat is een criedekeur, mevrouw Lagas. Ja, misschien zitten er wel een heleboel op de tribune met een criedekeur. Ik wil een borrel en ik wil Hans feliciteren. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat een fusiegemeente Rijsselholte denkt, wat ben ik blij dat we geen bestuursdienst Rijsselholte zijn. Want waar hebben ze het over en waar bemoeien ze zich eigenlijk mee? Want dat is natuurlijk wel iets wat vooraan in het rapport stond. De bestuursdienst is gewoon op de goede weg. En wij gaan daar dus niet over. En als we naar de besluitvorming van dit agendapunt staan, dan staat er zelfs het rapport ter kennisgeving aannemen. En volgens mij hebben we wel heel wat meer gedaan vanavond al tot nu toe. En dat was ik dus verder niet van plan. Ik ben wel eens met het voorstel om de aanbevelingen die in het rapport staan, die zal ik dus niet herhalen, want die zijn allemaal al lang langsgekomen, om die over te nemen en daarmee aan de slag te gaan. Ik vind ook het verdeelmodel waar net over gesproken is, het amendement wat voorgelegd is door het CDA, dat vinden wij interessant en daar gaan we ook in mee. Maar ik wil toch wel even een criedekeur dan van mij kan doen naar ons als raad. Ik moet even aan de speech denken van Klaas Smit vanmiddag toen hij wegging. Die wenste ook ons kortere vergaderingen. En daar moest ik net even aan denken. Want wij moeten wel zorgen dat we bij de dingen blijven waar we over gaan. En waar gaan wij over? Wij vertegenwoordigen in dit geval onze burgers. Wij moeten ervoor zorgen dat onze burgers die afhankelijk zijn en ook de bedrijven van deze organisatie, dat die goed bediend worden. Dat het goed functioneert en dat het loopt. En daar hebben we een directie voor. En ik vind het heel fijn dat we op de hoogte gesteld worden hoe het gaat. En dat we af en toe kunnen sparren van wat zou het van ons betreft beter kunnen. Maar dat hoort volgens mij niet in de raadzaal. Dat doen we in themabijeenkomsten. En dan spijt het mij dat vorige week in de bijeenkomst die we hadden, waar beide raden aanwezig waren, we met een uurtje allemaal weg waren. En als ik dit hoor, dan denk ik, hadden we dat allemaal maar daar gedaan. Dan was het binnengekomen en hadden we het nu achterwege kunnen laten. Dat is mijn criedekeur. Want het functioneren is belangrijk en ik even naar de cijfertjes, maar dan doe ik het anders dan net. Als er 80% tevreden is en 20% ontevreden, dan geef ik gewoon het volgende aan u mee. Want die 80% dat kunnen rustig paspoorten en rijbewijzen zijn. En 20% kunnen zijn de mensen die bezig zijn met interessante, innovatieve ontwikkelingen voor onze gemeente. En dan is mijn advies alleen maar aan het college en richting BOH. Analyseer dan die 20%. Waar ligt die ontevredenheid? En moeten we daarop gaan sturen? Want verder ben ik die cijfertjes wel een beetje zat. Dus criedekeur van mij, laten we ons beperken tot waar we voor zijn. En zo meteen lekker aan de borrel gaan om Hans te feliciteren. Ik dank u wel. De heer Boerman. Ja, voorzitter. Voor kennisgeving aannemen. Ja, nee, toch maar niet. Toch maar niet. Nee. Maar ik ga het wel kort houden. Er is inderdaad al heel veel gezegd. Bestuurlijke visie om Hardenberg. Wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening. Ja, hoe is die te meten inderdaad? We gaan voor een 6, voor een 7, voor een 9. 80% is tevreden. Nou, kleine dingen. Bijvoorbeeld, als je nou in Ommen een gesprek wil hebben met de stadsbouwmeester van Ommen, dan moet je gewoon in Ommen terecht kunnen en dan moet je niet naar Hardenberg kunnen. Een klein voorbeeld. Wat wel erin staat, zijn de aandachtspunten wat betreft de continuïteit. Dat blijkt dat het geen goede balans is tussen inzet en betrokkenheid van de individuele werknemers. Nou, als om en naar ben je natuurlijk al snel geneigd op te merken dat op de inzet van de medewerkers uit deze gemeente in ieder geval niets valt aan te merken. Voorzitter, de gemeentes die gaan samenwerken, die nogal verschillen, niet qua omvang, maar wel qua inwonertal. Dat vereist aanpassing, respect voor elkaars meningen en expertise. Eigenlijk een van de belangrijkste dingen is na het financiële voordeelmodel. Het was nou net een model wat zo helder en duidelijk is. Dat het nou gewoon, waarom zou je dat nou in vredesnaam gaan aanpassen? Het voorstel om te komen tot de aanpassing hiervan, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een basispakket en een pluspakket. Dat drinkt bij mij een beetje vergelijking op met de ziektekostenverzekering, waar je ook een basispakket hebt en dan kun je extra bijverzekeringen. Nou, ik heb dat ook gedaan. Ik heb ook wel extra bijverzekerd.
Maar toen wist ik wel wat er in het basispakket zat. Want dan weet je ook waar je voor eventueel gaat bijverzekeren. En waar je voor betaalt. En waar je dus al standaard voor verzekerd bent. En daarmee voorkom je dus ook dat je of dubbel gaat betalen. Of later blijkt dat je dingen doet waar je voor je helemaal niet verzekerd bent. Wat dat betreft, het mogen het duidelijk zijn door ik meega met het amendement van de CDA. Voorzitter, dit lijkt mij kort genoeg. Tot zover, dank u wel. Dank u voor uw bijdrage. De heer Bongers, LPO, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, collega's. Ik vind dat we onszelf wel serieus moeten nemen. We hebben 3 jaar geleden, toen de fusievorming van de bestuursdiensten Ommen Hardenberg aan de orde was, hebben we met elkaar afgesproken dat we na 3 jaar een evaluatie zouden laten uitvoeren. En ik vind ook dan moeten we dat ook serieus behandelen. En bij serieus behandelen hoort ook een serieus rapport. En voorzitter, laat ik maar met de deur in huis vallen. Wij vinden het een flutonderzoek, een flutrapport. Sterker nog, we kunnen nauwelijks spreken van een onderzoek. Er is slechts opgeschreven wat de onderzoekers hebben verteld. Het onderzoek heeft geen diepgang, heeft de diepgang van de surfplank. En in de rapportage ontbreekt het ten ene male aan een wetenschappelijke basis, kritisch vermogen, nulmeting, alternatieven en echte aanbevelingen die we nog niet kennen, hebben wij niet gehoord of gelezen. Maar voorzitter, laat ik helder zijn. Ook wij zien wel degelijk dat de afgelopen 3 jaren voortgang is geboekt. Er is hard gewerkt door de ambtenaren en de staf om de fusie te doen slagen. En ja, ook wij zien dat deze samenwerking resultaat heeft opgeleverd. Laten we daar helder over zijn. Maar dat het nog een en ander kan en moet verbeteren, dat is wel duidelijk aan de kwaliteit van het onderzoek wat hier aan de grondslag ligt. Het is een zelfrapportage. Een quasi-onderzoek voor niet minder dan 10.000 euro. Al met al wel een hele erg dure selfie met weinig toegevoegde waarde. En nu we het toch over de kosten hebben, een van de 3 aspecten die onderzocht zou moeten worden bij deze evaluatie, dan is het toch wel heel opmerkelijk dat er goed nieuws brengen afgelopen woensdag van het onderzoeksbureautje, maar bleef benadrukken dat de grens van bezuinigen was bereikt. Vreemd. Ik vraag u, collega, college, hoe doet u het als het thuis wat minder gaat? Zegt u dan ook, ja, maar de kosten, daar kunnen we niks aan doen. Daar praten we niet over. Tuurlijk kunt u wat aan de kosten doen, ten alle tijde. En dan nog een sterk staaltje van het bureautje. De slogan, wij van WC Eend bevelen WC Eend aan. WC Eend aan. Ik ga daar nog van stotteren ook. Bij de presentatie van het rapport complimenteerde de goednieuwslezer van het onderzoeksbureautje de staf van het bestuursdienst met de genomen stappen in het kader van de herziening van de topstructuur. En laat nu toevallig de genomen verbeterstappen een resultante zijn van de adviezen van datzelfde bureautje. Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Maar goed, zo is het cirkeltje weer rond en is altijd goed voor een vervolgopdracht. Voorzitter, ik heb het ook al van een aantal collega's gehoord. Aan de hand van welke criteria moeten wij hier nu mee omgaan? Want gaan wij hier nu over de entiteit BOH praten? Of gaan wij over het onderzoeksbureautje praten? Of over de evaluatierapport? Nee, we doen het voor onze inwoners. Inwoners van Ommen en inwoners van Hardenberg. Dat zijn onze mensen waar het voor doen. Wij zullen dan ook met deze superresultaten van de BOH de meerwaarde gaan beoordelen. En wij zijn dan in dit verband dan ook bijzonder benieuwd naar de begroting van 2016. Want met zulke goede resultaten, dan verwachten wij van het college een sluitende begroting met minimaal gelijkblijvende, dan wel lagere kosten voor de inwoners. Tot zover. Nee, nog niet zover mijn eerste termijn, sorry, want ik wil nog even inhaken op het amendement van het CDA, wat betreft kostentoerekening. Nou, ik denk dat het op zich een gezonde insteek is wat mevrouw Baaklaar heeft aangesneden. Alleen als je dat zo zou willen, dan willen wij nog wel een stap verder gaan. Dan zeg ik van nou, dan laat het onderzoekstukje maar eventjes met die kostentoerekening maar eventjes zitten.
scheelt weer een onderzoeksbureautje, scheelt weer een hoop geklets. En laten we nou ons to the core business beperken. Tot zover, eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. De heer Veuring van de ChristenUnie, gaat u gang. Ik vind het een mooie nickname, laat hem mooi zitten. De fractie van de ChristenUnie beperkt zich tot twee vragen en daarna een paar opmerkingen. Op 23 september presenteerde het BMC de rapportage over de BOH voor de Raad voor Omheen Hardenberg. En op 26 september was er een VNG-sessie voor raadsleden, onder andere over het onderwerp hoe raden meer invloed te geven op de gemeenschappelijke regelingen, zoals de BOH. Tijdens beide bijeenkomsten is gesproken over de voordelen van de constructie van een bedrijfsvoeringsorganisatie, een BVO. Wordt er met de tekst die we lezen op pagina 15 van de rapportage, pagina 16 in de notitiebox is dat, onder structuur en verhouding algemeen bestuur en dagelijks bestuur op deze constructie gedoeld? En zo nee, wordt er een wijziging overwogen of kleven daar misschien nadelen aan? En een vraag wat misschien een detailvraag is, maar toch een opvallende. Op pagina 22 onder kopje 8 wordt een in onze ogen vreemde constructie beschreven. De BOH zou huur betalen aan de gemeente Hardenberg voor dat deel wat zij bezitten in het LOC. Dat terwijl gemeentehuizen beschikbaar worden gesteld. Waarom dit deel dan niet, is onze vraag. Tot slot, meneer de voorzitter, willen we graag de woorden onderstrepen die de heer De Vries zei over als het gaat om HRM-beleid. En het abonnement van CDA lijkt ons waardevol en zullen we steunen. Dank u wel. Dank u wel. Dan heeft nu wethouder Schelen gelegenheid om antwoord te geven op de inbreng. Ga de gang. Dank u wel, voorzitter. Er zijn heel veel opmerkingen geweest, gemaakt. Ik zal proberen ze systematisch te beantwoorden. Ik zal eerst het algemene opmerkingen over het rapport, de wijze van evalueren, de duiding van het rapport en het proces vertellen. Daarna ga ik in op de drie K's, zoals ze zo mooi zijn genoemd. Dus eerst iets vertellen over de kwaliteiten, de vragen die daarbij zijn gesteld. Zoals ook bijvoorbeeld over de dienstverlening. Daarna zal ik iets zeggen over de kosten en uiteraard ga ik dan ook in op het punt van basis- en pluspakket. En last but not least de kwetsbaarheid en dan ga ik ook zeker in op de elementen die genoemd zijn als het gaat om onder andere de organisatie, de governance. Laten we beginnen met algemeen. En laat ik beginnen met de opmerking van de heer De Jonge. Van goh, wordt nou de raad niet buitenspel gezet? Antwoord is, nee, u was al eerder buitenspel gezet. Misschien moet dat even worden toegelicht. Dankzij de wetgeving en de nieuwe gemeentewet spreken we over duaal bestuur. En daarbij is zeg maar ook wettelijk bepaald dat de bedrijfsvoering geen gelegenheid is SEC van de gemeenteraad. De totstandkoming van de BOH staat er dus volstrekt los van. Dat neemt niet weg, want dat is de algemene beantwoording. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het college wel degelijk het van belang vindt om met de raad te wisselen over de belangrijkste ingrediënten. Want ze hebben wel degelijk van grote betekenis voor de kwaliteit en de kosten en de kwetsbaarheid. En dat zijn juist de kaders die ook de raad zelf heeft aangegeven als een onderwerp van gedachtenwisseling. Dus nogmaals, staatsrechtgeleerden zouden zeggen van goh, die BOH die doet er eigenlijk op dat punt helemaal niet toe. Het is in feite het duaal bestuur geweest die dat bepaald heeft. Maar wij vinden het belangrijk, en dat is niet alleen in Ommerzoo, maar ook in Hardenberg, om over de belangrijkste ingrediënten met u van gedachten te wisselen. En het is natuurlijk niet om dan in te zoomen op de bedrijfsvoering zelf, maar juist met het oog op de inhoudelijke resultaten, want wij doen het natuurlijk voor burgers. Daar gaat het om. We hebben een evaluatierapport voor ons liggen. Die op verzoek van de LPO in de tijd inderdaad extern is. Want juist de LPO was van mening dat het belangrijk was dat de slager niet zijn eigen vlees keurde. Met andere woorden, dat was voor ons reden om een gerenommeerd bureau zoals BMC in te huren. En we hebben van tevoren afgesproken om dit geen wetenschappelijke analyse te doen zijn. Je hoeft geen evaluatiedeskundige te zijn, ik mocht dat in een verleden wel zijn. Om te weten dat ze ook via verschillende soorten van mixanalyse, en dat is hier gebeurd met documentanalyse, met deelonderzoeken en met interviews, gecombineerd met objectieve criteria en objectieve gegevens, wel degelijk een waardevol evaluatie kunt hebben. En we zijn erg van mening dat we dat hier hebben.
Wat betekent dat nou in termen van duiding van waar staan we nu eigenlijk? En ik ben buitengemeen verheugd met toch het brede beeld in deze raad. En het college wil dat nadrukkelijk onderstrepen dat de BOH echt de afgelopen jaren een bijzonder grote prestatie heeft geleverd. En dat is ook zo. En ik denk dat dat extra glans krijgt als je realiseert dat dat is in een tijd dat er maar liefst 2 extra bezuinigingen, die we dus niet bij aanvang hadden aangekondigd, zijn ingezet en voor een belangrijk deel al zijn gerealiseerd. En ook nog eens een hele zware exercitie als het gaat om de transitie sociaal domein eroverheen kwam. Als je dat beseft ten opzichte van het feit dat een organisatie in verandering is, denk ik dat de prestatie die de BOH heeft geleverd inderdaad bijzonder goed is. Maar, en dat ben ik graag eens met alle fracties die dat ook zo hebben geduid, natuurlijk is er nog wel wat te doen. En zoals het CDA er terecht zegt, we moeten de lijn nu wel ook doorzetten. En dat willen wij volledig onderschrijven. Laten we eens kijken naar die kwaliteit dan. Allereerst het punt van de dienstverlening. Ik ben het graag met mevrouw Lagasse eens dat we ons niet moeten fixeren op cijfertjes. Dat is inderdaad wel een valkuil. We hebben natuurlijk wel de nodige cijfers aanwezig. En natuurlijk vinden we het ook belangrijk om de ontwikkeling wel te monitoren. En daar heb je soms cijfers bij nodig. En we vinden ook het belangrijk om dat verder te ontwikkelen. En zowel het CDA als D66 hebben daar nadrukkelijk ook voor gepleit. Hè? Ga verder met die monitoring. Wel nu, we hebben een aantal interessante instrumenten. Het idee van D66 om bijvoorbeeld vensters voor bedrijfsvoering gewoon eens eens in het jaar te laten presenteren door de gemeentesecretaris. Dat hebben we al een keer gedaan. Goed idee, gaan we zeker doen. Maar dat is natuurlijk op zichzelf genomen niet het enige. En natuurlijk moet je goed blijven luisteren naar je burgers. En natuurlijk hebben we daar allerlei soorten van instrumenten voor. Het gaat te ver om die allemaal te duiden, maar in het rapport zijn er ook al de nodige genoemd. En met de combinatie van vensters van bedrijfsvoering en waar staat je gemeente, zijn we denk ik op dat punt al wel een heel stap gevorderd. Overigens terecht de vaststelling dat we daarin nog verder kunnen onszelf kunnen ontwikkelen. D66 had nog een ander model. Mooi boek. Nou, wij nemen daar graag kennis van. Al is het alleen al omdat ik zeer geïntrigeerd ben door het idee van mystery guest en dergelijke. Wij houden van transparantie, maar een mystery guest kan handig zijn. Dat zijn we graag met u eens. Laten we eens kijken naar de kwaliteit waar we dat eigenlijk voor doen. Want dat is in feite, en daar waren een aantal fracties die daarover vroegen, van maar wat betekent dat nou eigenlijk voor dat zogenaamde bestuurlijke manifest? Eertijds, en dat was ten tijde van de tussenevaluatie, werd vastgesteld van goh, het is allemaal wel mooi die samenwerking, maar hebben wij wel een stip op de horizon? En moeten wij niet samenwerken juist om inhoudelijk iets te betekenen? En dat is wel een hele interessante. Ik vond dat burgemeester Snijders dat ook heel goed neerzette in de bijeenkomst. Kijk, hoe je het ook bent of keert, het feit dat Ommen en Hardenberg samenwerken betekent dat je wel een belangrijke speler bent in deze regio. Dat kun je ook uitnutten. Als wij, om maar eens een voorbeeld te noemen, ons toeristisch recreatieve product verder willen brengen, ook in de regio, om de fixatie op Zwolle en Enschede nou eindelijk eens een keer op het midden van Overijssel op ons te zetten, dan is het wel interessant om juist wat massa te hebben. Dat werkt. En ik zie voldoende aanknopingspunten, en dat zijn velen met mij gelukkig, om inderdaad juist ruimtelijk economisch zo in verder samen te werken. En ja, we doen het al op het gebied van sociaal domein. We hebben op dat punt bij de transities al uitstekend samengewerkt. En daar willen we natuurlijk ook door. Maar dat doen we niet alleen inhoudelijk, we willen het juist ook op een andere wijze doen. En juist het onderdeel van de burgerparticipatie, of tegenwoordig overheidsparticipatie zoals ze mooi heet, hè, dat je als overheid gewoon deelpartner bent, het niet meer allemaal bepaalt, dat vinden wij een zeer interessante uitdaging. En dat willen wij graag in dit deel van het land ook verder uitwerken. Kijkend naar de kosten, denk ik dat allen wel terecht hebben vastgesteld dat op zichzelf genomen de BOH zijn taakstelling heeft gerealiseerd tot dusver. En nogmaals, dat is natuurlijk een uitstekende prestatie. De Jonge had daar wel de belangrijke vraag van, goh, is dat niet de nekslag geweest?
Dat is niet het geval, maar dat zet wel de kwetsbaarheid onder druk. Zo wil ik hem wel volgen. Overigens stel ik vast dat uw zorg daarin 100% anders is dan wat de LPO zegt, die aangaf dat het dus niet te veel zou zijn geweest. Wij denken dat het niet de nekslag is geweest, maar dat er wel zorgpunten zijn. Uw element van, goh, maar betekent dat nou niet allemaal extra inhuur? Dat punt kan ik u wel geruststellen. De BOH heeft qua externe inhuur een vergelijkbaar percentage als vergelijkbare gemeenten van onze omvang. Dus daar zit niks extra's in. Bij de kosten is terecht, denk ik, vastgesteld dat het verdeelmodel goed gewerkt heeft. Door zijn eenvoud was het inderdaad een zeer hanteerbaar iets. Er zat alleen één punt bij en ik ben het wel met degene die het geanalyseerd hebben zeggen van, goh, nou ja, die twee voorbeelden, hè, is dat nou een aanleiding om het hele verhaal op zijn kop te zetten? Nou nee, dat is niet het geval. Maar er zit wel een heel mooi principieel punt onder en dat geef ik u toch in overweging. Als je, en dat is toch het idee van deze gemeente, als je als gemeente je eigenheid wil behouden, als je als gemeente zegt van, goh, wij willen weliswaar één ambtelijke organisatie hebben die meerdere gemeenten kunnen bedienen, maar wij willen wel als gemeente zelfstandig blijven, dan is het ook fair en eerlijk. Dan is het ook fair en eerlijk dat je elkaar ook de ruimte geeft om te verschillen. En als dat het geval is, nou, dan moet je ook daar de consequenties van durven te nemen. En dat is in feite de kern, de idee van, nou, misschien kun je een baas- en een pluspakket ontwikkelen. Dan moet je natuurlijk eerst weten wat je baaspakket is. Nou, het begint natuurlijk heel simpel. De begroting die u komende maand gaat vaststellen, dat is het baaspakket. Zo simpel is het. Pluspakket, waar denken we dan aan? In het oorspronkelijke plan van aanpak hebben we geduid van waar je aan kunt denken bij strategische projecten. Want daar denken we dan aan. En daar zaten een aantal goede definiëringen in. Natuurlijk gaat het dan niet zomaar om enkele eenvoudige dingen. Dan gaat het echt om zaken met een enorme maatschappelijke impact. Met grote financiële belangen. Langdurigheid. En ook vooral afdelingsoverstijgend. Wij denken dat het wel verstandig kan zijn om dat te inventariseren. Ik kan het verhaal van het CDA, amendement aangekondigd, dan ook wel volgen. Ik zou daar wel bij zeggen van, maak het dan niet te zwaar door ook nog het hele basispakket er even onder, zeg maar, in partjes te onderscheiden. Zoals ik zei, van god, de begroting, dat is het basispakket. Maar laten wij vooral een inventarisatie maken van waar we aan denken bij het pluspakket. Om dat in gesprek te brengen. Ik neem aan dat zeg maar, het niet al te moeilijk is dat beide colleges dat nog dit jaar zeg maar, kunnen bespreken. Als dat de duiding is van uw amendement, dan kunnen wij die erg volgen. En ik begreep dat ook dit breed in de raad wordt gesteund. Laat ik dan het laatste punt even pakken, de kwetsbaarheid. Ik denk dat terecht is vastgesteld door een aantal dat de kwetsbaarheid wel een aantal verschillende elementen bevat waar we toch nog flink mee aan de slag moeten. Allereerst het element van de topstructuur. Dat moeten we inderdaad verder doorzetten. Wij denken dat het goed is geweest om de topstructuur tussentijds te versoberen. Dat is gebeurd. Maar inderdaad, er is nog wel degelijk het nodige te doen. Het strategisch vermogen zien we ook als een prioriteit. Zowel CDA als D66 als ook het VOV hebben daarvoor gepleit. En ja, natuurlijk kijken we daarbij bottom-up. Natuurlijk vinden wij het van belang dat onze medewerkers, die signaleren zaken, de buitendienst, zeker, het zijn de ogen en oren van onze organisatie. Daar houden we rekening mee. En ja, het span of control van het middenmanagement, het is terecht genoemd. Dat is een item, daar gaan we mee aan de slag. Terecht ook dat kwetsbaarheid van de organisatie zeg maar in het rapport zoveel aandacht heeft gekregen. Want wij zien inderdaad daar wel een aantal elementen in. Daar gaan we ook mee in slag. En zoals in feite ook al terecht gezegd is, de agenda die in feite gevormd wordt door de aanbevelingen, die willen we dan ook echt gaan uitvoeren. Last but not least,
dan gaat het over de governance. In de bijeenkomst van woensdag voor een week werd dat ook nogal nadrukkelijk gecritiseerd van, goh, het is wel erg ingewikkeld geworden. En dat zijn we met al de criticasters wel eens. Er zijn heel veel verschillende actoren en het is inderdaad zo langzamerhand wel zaak dat we eens kijken van, goh, wie doet wat. En ik neem de uitdaging van D66 graag aan om die actorenanalyse, om die eens te laten opstellen. U mag wel weten dat Omme in het gesprek in de DB bijvoorbeeld al voorgesteld heeft om zeg maar de daadwerkelijke bedrijfsvoering in de DB om daar veel meer de directie aan zet te zetten. Want natuurlijk, wij snappen wel dat de bedrijfsvoering een zaak is van de organisatie, maar dan moet je ook als bestuurders het goede voorbeeld geven. En ja, het heeft ook betekenis natuurlijk naar de politiek en ook naar de raad. Maar je kunt niet alleen maar zeggen van ja, goh, bedrijfsvoering, dat is een zaak van de organisatie. Dan moet je dat ook vertalen naar politieke items, inderdaad een agenda en of dat nou een manifest heet of anders. Wij moeten met u in gesprek over van, goh, wat is nou de richting die u wil en hoe kunt u daarin verder sturen. Tenslotte, uw punt van de ChristenUnie. U had nog een specifieke vraag naar de huur van het LOC. Dat heeft u heel goed gezien en dat ga ik zeker inbrengen in het dagelijks bestuur. Dank u wel. Ik dank u wel. Ik neem aan dat er behoefte is aan een tweede termijn. Mevrouw Bakelaar, ik ga het rijtje af. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het heel kort houden. De wethouder heeft het amendement van het CDA redelijk goed begrepen. Alleen wij begrijpen de opmerking van de wethouder niet. Maar daar hoeven we op dit moment geen antwoord op. Want als het basispakket de begroting is, dan snap ik niet meer wat het pluspakket is. Maar aangezien het amendement breed wordt gedeeld, of in ieder geval goed wordt gevonden, met dank daarvoor, komen wij later daar bij u op terug. Ik dank u wel. Wil de heer De Jong het voorbeeld volgen? Herkansing voor mevrouw Bijkerijn. Ja, pardon, ik hoorde al. Nee. Ik trek hem zeker niet in, de heer Bongers. Hij blijft staan, want ik hoor gelukkig dat het gedeeld wordt. En ik denk dat het noodzakelijk is. Dank u wel. De heer De Jonge, gaat u gang. Voorzitter, van waar al die haast? Ik heb geen haast. Ik meldde dat het 10:55 is. Goed, we hebben hier wel eens om 4 uur gezeten, s'nachts, voorzitter. Maar ik zal een beetje vaat erin brengen. Voorzitter, de eerste opmerking die de wethouder maakte in mijn richting, en dat was ook het eerste wat hij zei, over het buitenspel hebben gezet van de gemeenteraad. Voorzitter, de wethouder niet goed geluisterd. Want als wij goed geluisterd hebben, ben ik begonnen met een stukje terug te kijken naar september 2010 en oktober 2010. En ik heb woordelijk gezegd, toen heeft deze raad zich al buitenspel gezet. En ik heb woordelijk gezegd dat ik een aantal keren opmerkingen heb gemaakt in deze raad dat ik dat betreur, of woorden van gelijke strekking, en graag zou willen dat de raad wat meer betrokken zou worden bij evaluaties en nulmetingen en vervolg van de BOH, waarvan akte. Waar ik mee zeg dus, voorzitter, dat ik vind dat deze raad een positie moet houden. Want de gevolgen voor de BOH, want wij hebben immers de doelstelling bepaald in 2011 was het volgens mij, hè, want dat was al een hele tijd tussen 2010 en 2011 in juli, als ik het goed heb, hebben wij de doelstellingen bepaald. En de doelstellingen die hebben gevolgen voor de gemeente Omme, financieel, maar ook voor de kwaliteit van de gemeente Omme. Maar ook voor de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. En daar zit een relatie in tussen kwaliteit naar de burger, externe en interne service, om het zo maar te noemen. Voorzitter, dus daar vind ik dat wij als gemeenteraad in positie moeten blijven en een taak moeten hebben om u aan te spreken of wij die doelstellingen behalen, niet behalen en wat de risico's zijn voor de toekomst wanneer we ze niet behalen. Zowel financieel als kwalitatief gezien. Voorzitter, en ja, ik vond dat wethouder Schelen zich wel heel erg makkelijk ervan wegmaakte over dat kwalitatieve personeelsbestand. Met woorden van, nou, niks aan de hand, hè, en inhuren is niks aan de hand. Voorzitter, dan heeft de wethouder het rapport niet goed gelezen. Hè, en ik zal het niet benoemen als pup-pup-pup-bureautje. Het rapport van BMZ zegt op bladzijde 32 van 34, iets over de inhuur, voorzitter. En ik
Dat zijn hele kleine lettertjes, maar er staat eigenlijk gewoon van wees alert en zorg ervoor dat je zorgzaam omgaat met inhuren. Dat je goed bepaalt wanneer het nodig is en niet nodig is. Voorzitter, en op bladzijde 31, eentje terug van 34, daar staan onderaan bij de kwetsbaarheid een aantal punten benoemd over de risico's die wij lopen op dit moment met de uitstroom van kwalitatief ambtenaren. En dat daar iets mee moet gebeuren om daar weer nieuwe kwaliteit binnen te halen, binnen te houden. Want er staat daarboven ook een stukje over vergrijzing in de organisatie. Wees zorgzaam, staat er. En zorg ervoor dat die vergrijzing goed opvangt. Dus voorzitter, wellicht kan de wethouder daar even op reageren of hij zich versproken heeft, het rapport niet goed gelezen heeft en of hij dat misschien ook wel mee wil nemen bij zijn rol, zolang hij die heeft bij de BOH. En ik zal... Dank u wel. De heer De Vries. Of bij interruptie, mevrouw Legas. Even een punt van orde, meneer de voorzitter. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen nu wel heel laat wordt. En die misschien wel erg behoefte hebben om de tribune te kunnen verlaten en onze vergadering niet willen verstoren. En misschien is onze nieuwe wethouder wel even toe aan een lange sanitaire stop. Dan kan die ze even uitzwaaien. Ik doe dit gewoon even gezien de tijd. Mensen zitten hier al zo lang en ze komen van ver. Het is gewoon even een punt van orde. Ik dank u voor deze medeverantwoordelijkheid. De voorzitter heeft in zijn wijsheid nagedacht en gedacht dat heel wat mensen op de publieke tribune ook wachten op het feliciteren van de wethouder en derhalve geen pauze. De heer De Vries, gaat u gang. Niet. Mevrouw Legas, ook niet, begrijp ik. Heer Moerman niet. Heer Bongers, niet. Heer Veurink, niet. De wethouder, gaat u gang. Voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, ik kan het dus ook kort houden. Allereerst richting de heer De Jonge. Ik reageerde vooral op uw punt als het ging om de kwetsbaarheid van de inhuur. Of dat nou de nekslag zou zijn. Ik ben het wel met u eens met uw analyse dat het wel zorgzaamheid voor het personeel met een behoefte. En juist inderdaad wat u terecht vaststelde dat er sprake is van een vergrijzend ambtelijk apparaat. Is dat zeker een punt van aandacht. Dus daar denk ik dat we het in de analyse zeker met elkaar eens zijn. Nog even over het amendement die mevrouw Bakelaar aankondigde. We hebben aangegeven dat wij geen enkele moeite hebben om voor 1 januari een duiding te geven van waar we aan denken als het gaat om een pluspakket. Want dat kunnen we ook met de collega's van Hardenberg wisselen. Maar als u een complete inventarisatie wil van het basispakket en het pluspakket ook in zijn samenhang, dan weet ik nu al zeker dat dat niet voor 1 januari er zal zijn. Dus als u, juist om de discussie te faciliteren van goh, wat is een pluspakket, wat betekent het, alvorens je nadere stappen neemt, want dat was wat u wilde, dan kunnen we het doen. Maar als u in uw, en dat stond in het amendement, ook nog het hele basispakket uitgesplit wil hebben, bespaart u SVP die kosten. En ik dacht ook niet dat dat nodig was om wat u wilde, namelijk wat is eigenlijk een pluspakket, en u wilde er niet aan beginnen alvorens u er zelf over gesproken heeft, daar kunnen we iets bij voorstellen, dat kunnen we voor 1 januari wel doen realiseren. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Dan zijn wij nu toegekomen aan de besluitvorming stemming. Dan geef ik eerst het amendement in stemming. Wie voor en bij handopsteking kan dat? Dus de fractie CDA voor D66, VVD. U mag een stemverklaring geven. Wat mij betreft mag u de microfoon achter u gebruiken. Doet u het? Ja. Hij doet het. Kijk. Voorzitter, ik ben het niet al te vaak eens met de wethouders Schelen, maar ik moet zeggen, de laatste woorden waren hele wijze woorden. Het sluit aan bij onze gedachten. We moeten oppassen dat we niet meer kosten maken om de kosten nog verder specifiek te maken. Dus op zich vinden we het voorstel, het amendement, sympathiek. Maar ik vind er een groot gevaar zitten dat we te veel kosten gaan maken om het nog verder specifiek te maken. Dus daarom zijn wij tegen dit amendement. En voor het overige zijn wij voor. Ik dank u wel voor deze verklaring. ChristenUnie ook voor. Dat betekent dat het amendement is aangenomen met de fractie van VOV tegen en LPO tegen. Dank u wel. Dan geef ik nu in stemming het raadsbesluit zelf zoals juist geamendeerd. Ook bij handopsteking. Dan krijgen we niet dezelfde uitslag. Dit
besluit is aangenomen met alleen de VOV tegen. Ik dank u wel. Dan hebben we hiermee ook agenda punt 11 gehad. Zijn we bij 12 sluiting. Dat zal ik niet doen zonder gezegd te hebben dat de raadsleden vanavond per mail hebben doorgestuurd gekregen het begrotingstuk voor 2016, zodat u zich het komend weekend absoluut niet hoeft te vervelen. Dank u wel voor uw medewerking vanavond. Ik sluit de vergadering. Wel thuis.